Ja, zeker de andere kant van het verhaal. Kijk, we hebben vandaag voor 100% alles op Dylan ingezet. Op de etappe-overwinning en de gele trui. Dat is niet gelukt, omdat Dylan valt op 2 kilometer van de meet. Dat is wel heel zuur. Wonder boven wonder gingen we toen snel omschakelen. Ik zei tegen die jongens, ja, we moeten hun eigen sprint gaan rijden. Dat hebben ze gedaan. En Mike die verslaat Peter Sagan. Ja, dat hadden we nooit verwacht, uiteraard. Maar ja, nu hebben we alsnog de overwinning en de gele trui. Dus het is natuurlijk wel een beetje een dubbel gevoel. We zijn natuurlijk super blij met en voor Mike. Maar ja, dit was uiteraard voor Dylan een heel groot doel. En dat is wel een teleurstelling. En hoe is het met groene regen nu? Ja, hij heeft een hoop schaafwonden. Dan moeten we nu straks bekijken hoe die ervoor staat. Maar ik denk niet dat het een probleem gaat zijn dat hij niet meer verder kan of zo. Zijn het op het oog alleen schaafwonden? Op het oog zijn het alleen schaafwonden, maar ik ben geen dokter. De dokter is hem nu aan het behandelen binnen, dus dat moeten we straks zien. Maar ik denk, heeft hij andere klachten aan zijn lichaam? Nou, hij is op zijn fiets naar de finish gereden. Ik heb hem dan even gesproken, maar meer weet ik ook niet. Moet hij in het ziekenhuis ter controle of kan hij gewoon terug naar het hotel nu? Ja, ik denk dat hij gewoon terug naar het hotel gaat. Want Mike Teunissen hier wint. Ja, hij heeft natuurlijk al eerder bewezen dit seizoen dat hij dat kan, dat hij goed kan sprinten. Maar als ik jou dit vanochtend had verteld, wat had je dan tegen mij gezegd? Ja, zelf de renners zeiden net zelf van ze konden het gewoon niet geloven dat Mike had gewonnen. Want ze dachten van ja, dit kan niet, dit is gewoon een grapje. Ja, nou, want we hebben natuurlijk allemaal gezien dat Dylan is gevallen. En onze kans was eigenlijk gezien voor de etappe-overwinning. Dus ja, gewoon super, super knap. Mike heeft dit jaar al een hoop koers gewonnen. Maar ja, dit is wel ver boven onze verwachtingen. Zo zie je maar, geef nooit op. Wat betekent dit nou voor de ploeg de komende dagen? Want er komen nog een paar belangrijke dagen aan. Nou, dat betekent voor de ploeg in zoverre niks anders dat we alsnog twee hele grote doelen hebben. Dat is sprints winnen met Dylan en klassement rijden met Stevie. Maar dit geeft natuurlijk wel een grote boost. Ik denk dat we vandaag maar weer hebben bewezen dat wij gewoon een super, super ploeg hebben. En Geel kan wel even in de ploeg blijven ook, hè? Ja, daarvoor moeten we denk ik morgen de bloementijd winnen. Dat is uiteraard een groot doel voor ons, maar dat is nog niet zo makkelijk. Daar gaan we uiteraard voor, om morgen weer een knalprestatie neer te zetten. En ja, nogmaals, ik denk die jongens zijn allemaal geweldig in vorm. En ja, het is mooi om hier te zijn met zo'n ploeg. De grootste winnaar en de grootste verliezer in de ploeg, dat gebeurt niet vaak. Nee, dat gebeurt niet vaak, dat klopt. Dylan wilde niet meer praten vanwege zijn teleurstelling. Wat heeft hij net tegen jou gezegd? Ja, hij is gewoon, ik denk dat hij oké is op het eerste gezicht, maar hij wil vooral niet praten omdat hij nu behandeld wordt in de bus. Dus, en dat gaat nog wel even duren. Ja, en ik denk dat is ook wel meer dan begrijpelijk. Na zo'n val, we moeten hem vooral opknappen dat hij morgen weer er tegenaan kan. Want hij moet morgen met een paar motoren als Wout van Aert en Tony Maarten in een ploegentijd rijden. En daar moet hij in orde voor zijn. Hoe lang kan Mike die trui normaal gesproken vasthouden? Ja, tot Parijs denk ik. Nee, ja, we hebben de trui voor morgen voor de ploegentijdrit. Ik denk in principe dat de winnende ploeg in de ploegentijdrit waarschijnlijk ook gewoon de gele trui in de gelederen heeft. Dus dat is mooi dat we die trui hebben. We willen hem uiteraard verdedigen. Maar dat zou ook wel betekenen dat we morgen die ploegentijdrit moeten winnen. Of in ieder geval heel kort moeten gaan eindigen. En dat is uiteraard absoluut het doel. Een heel groot doel voor ons deze Tour. Maar ja, dat zien we morgen weer. Hoe is het mentaal met hem? Met Dylan? Ja. Nou ja, ik denk dat het wel dat is natuurlijk uiteraard wel een domper. Hij is hier gekomen voor de overwinning, voor de gele trui. De gele trui gaat nu moeilijk worden. Overwinningen, daar ben ik wel vrij zeker van.